Er zijn vorig jaar opnieuw meer gifttreinen door Eindhoven gereden dan volgens de norm was toegestaan. Dat heeft staatssecretaris Van Veldhoven laten weten in reactie op Kamervragen van de Partij van de Arbeid. 6000 wagons met gif of brandbare stoffen mochten er rijden. In werkelijkheid waren dat er 15.000. 2,5 keer zoveel dus. We merken het vooral dat de kopjes weer uit de kasten rammelen. Dat is wat we merken. Het begin toen we hier 15 jaar geleden kwamen wonen gebeurde ons dat. En het is een tijdje heel goed gegaan toen de Betuwelijn kwam en het allemaal wat minder werd. En van de week is mijn man boven aan het werken en hij zegt ik zit te werken en achter me rammelen weer de dingen uit de vitrinekast. Dus ja. Ja, veel meer geworden. Hè? En vooral s'nachts ook. Houdt het u uit de slaap? Dat houdt uit de slaap, ja. Vooral die goederen treden en alles. En die goederen treden zitten ook met het gif. Hè? Als u dat van tevoren had geweten, was u dan komen wonen? Nee, doodje. Nee. Dat Rijk moet zorgen, in ieder geval de minister, dat zo vlug mogelijk de verbinding van die Betuwelijn op Duitsland aansluit. Dan ontlast het natuurlijk op een grote hoeveelheid dagritten naar Eindhoven toe. Maar in de buurt halen veel mensen inmiddels hun schouders op over de gifterreinen. De bewoners krijgen al jaren te horen dat de normen gepasseerd worden. Wij spreken er eigenlijk nooit over. We woonden allemaal hier al heel lang en we zien die treinen komen. En ik denk, ja, net bij mij voor de deur, dat denk ik dan toch maar niet. Dus ja. Op zich, we hebben hier gekozen om bij het spoor te wonen, dus dat is het probleem niet. Alleen, ja, echt dat die zware treinen, dat is toch wel, best wel een dingetje. Geluidsoverlast hebben we niet meer, we hebben alles geïsoleerd. Maar volgens de staatssecretaris hoeven de mensen zich niet ongerust te maken, omdat de transporten aan strenge veiligheidsvoorschriften zijn verbonden. Maar ja, wat nou als zo'n trein toch een keer ontspoort? Als dat vrijkomt uit zo'n tankwagen, en dat komt in een hoge concentratie voor, of zelfs bij de tankwagen een vuur ontstaat of zo, dat het kan ontploffen, dan is er explosiegevaar. In Duitsland is een keer een vrachtwagen met giftige stoffen door zijn remmen geschoten, het dorp binnengeschoten en het halve dorp was weg. Is er bij jullie al eens een keer een soort brief in de bus gevallen van mocht zo'n trein hier ooit ontsporen, wat u dan moet doen? Nog niet zo lang geleden heb ik daar iets van gelezen. Ja, niks. Ja, gewoon niks. Ramen en deuren sluiten, maar dat is te laat. Als je hier voor de deur ontploft, dan is het te laat.